VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV kent een overweldigende start van het seizoen in de Eredivisie. Zometeen de beelden van de tweede winst uit bij FC Twente. We maken kennis met nieuwelingen Etienne Amanjido en Mink Peters. En blikken vooruit op het komende thuisduel tegen Ajax. Nu alles op de helft bij VVV dat zich terugplooit als het de bal niet heeft. Maar hier al op achterstand komt. Althans, dat zou moeten komen. Maar alle geluk heeft dat de bal op de paal gaat en dan net voor langs geschoten op het laatst door Holla en Jens. Dat zijn de hoofdrolspelers in de tweede minuut van de wedstrijd. En weinig opwinding. VVV is daar niet in geïnteresseerd. Het wil controle houden op de wedstrijd en loeren op de momentjes zoals hier misschien via Van Kooi. Nou zeg, wat is dit voor moment? Dat is toch ongelooflijk. Maar wat ziet die bal er fraai in. VVV niet in geïnteresseerd om er een spectaculaire wedstrijd van te maken. En dat is allemaal heel logisch. Loer het op de momenten. En hier is het dan zo eentje. Goed gelopen weer Van Krooi. En nu heeft hij vrij zicht recht op het doel af. Nou, als hij weer zo schiet. Ja, nu krijgt hij tot twee keer toe de gelegenheid. Maar recht op Blondel af is het lastiger dan vanaf de zijkant. Een minuut geleden wist hij de doelman te passeren. Maar nu in twee keer niet. En dus houdt Blondel hier zijn ploeg nog een beetje overeind. Jensen, ja, er wordt daar een beetje geknoeid daar achterin bij VVV. En Jensen profiteert daar bijna van. Dat lijkt toch niet slecht, want het is gewoon 0-2. En het is Promes die je maakt. Keeper zit ernaast. VVV verdubbelt de voorsprong. Tissoudali, Seuntjes. Promes, het is een echte Telstar-driehoek. Ik kan er niks anders van maken. En intussen raak. En mooi voor hem. Twente terug in de wedstrijd op het uur spelen. Van der Lely met de mooie voorzet. En daar is Boeren goed voor zijn man gekomen. Mooi gekopt zeg. En daar is het. Promes die weer had moeten scoren. Blondel redt. Dat zal hem goed doen. Maar kijk eens hoe vrij hier Gerald Promes is. Assaidi zet het lichaam ertussen, maar Seuntjes gaat niet opzij. Waarom zou hij ook? Dan heeft Lennart de bal en Hunt is supersnel. Wordt precies op tijd gevonden. Oh, dat is een overtreding die wel eens heel duur zou kunnen zijn. En wat vindt Mulder daarvan? Mulder vindt dat naar alle waarschijnlijkheid geel, maar... Volgens mij gaat de Hunten, als hij de bal aanneemt, zo op doel af. Ik vind dat Teske niet mag mopperen. Slordig van Anders. En dus is het Van Krooi die weggestuurd wordt door Labbie. Seuntjes meldt zich op de rand van de 16. Maar dit kan ook. Dit kan ook en dan is Blondel de man die de bal tegen de lat aantikt. De inzet van Thie. VVV dicht bij 1-3. Voor het eerst in de geschiedenis wint VVV in Enschede. Voor het eerst sinds 56-57 wint het in de Eredivisie de eerste twee wedstrijden op rij. Wat een begin voor jullie, hè? Hoe voelt dat? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Als je... door iedereen als degradatiekandidaat nummer 1 wordt weggezet in de Nederlandse pers, op tv, iedereen noemde dat. Dus ja, als je dan na twee wedstrijden gedeeld koploper bent, dan is dat hartstikke mooi. Nou, hier in de Kool hebben jullie altijd al geroepen van, nou, we kunnen best wel eens gaan stunten.
In hoeverre heeft jouw eigen team je verrast in de wedstrijd tegen Twente? Nou, ik wist wel dat ze tot veel goede dingen in staat waren. Maar met name de flair en de uitstraling waarin we daar gespeeld hebben. En met name de kracht die de ploeg uitstraalde. Dat heeft mij wel positief verrast. En dat is ook iets waar we steeds op hameren. Maar dat hebben ze goed gedaan. Want als je de hele wedstrijd nog eens terugkijkt. En dat hebben wij heel rustig gedaan. Dan zie je ook dat die overwinning terecht is. En dat het zijn tot nu toe 6 punten. Maar die zijn alle 6 gewoon eerlijk verdiend. Er is er geen één gestolen. We hebben geen enkele keer gelukkig de overwinning gepakt. Dus ja, wat dat betreft een superstart. Met 6 punten uit 2 duels staat VVV voorlopig verrassend gedeeld bovenaan in de Eredivisie. En daarmee staat het team volop in de picture. Voor heel veel jongens is dit nieuw. En zeker als je nog nooit in de Eredivisie gewerkt hebt, dan is dat hartstikke mooi voor die mannen. En daar moeten ze ook van leren. En jongens krijgen prijzen, jongens worden genoemd op de nationale tv. Dus ja, dat zal blijken hoe ze daar zondag en de komende weken mee om moeten gaan. Maar ja, praat veel met die mannen en... ze moeten het ook allemaal niet groter maken dan dat het is. Het is hartstikke mooi, ze moeten ervan genieten. Maar ik heb wel het idee dat wij een hele nuchtere ploeg hebben. Met name de jonge Venlonaar Vito van Krooi krijgt veel aandacht door zijn 2 treffers. Vandaag nam hij na de training de gouden veter van het tv-programma Voetbal Insight in ontvangst voor beste speler van het afgelopen weekend. Hoe was jouw week? Ja, een week waar veel reacties op zijn gekomen. Ik denk het verschil... Als je vorig jaar zo'n week had en dit jaar, dat is een heel verschil. Nu zit de hele wereld, of heel Nederland in ieder geval. En in de Jupiler League was dat niet zo. Nee, had je dat verwacht? Ja, niet echt van tevoren verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk. Ik weet wat ik zelf kan en totdat in de eerste 2 wedstrijden eruit is gekomen, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is gewoon een hele nuchtere jongen. En het mooie is natuurlijk dat het ook een jongen uit Venlo is. Dus dat is met name voor de mensen hier iets om trots op te zijn. Je ziet hoe hij zich ontwikkelt. Hij heeft altijd wel in mijn ogen de juiste balans weten te vinden tussen aandacht. In het begin heeft hij heel veel negatieve aandacht gehad. Ook hier in het stadion is hij regelmatig uitgefloten, terwijl hij nog een A-speler was. En daar heeft hij ook goed mee omgegaan. En nu zie ik de andere kant en daar gaat hij ook goed mee om. Dus wat dat betreft gaat hij gewoon stoïcijns met de dingen om. Ik ben sowieso iemand die altijd wel heel rustig en nuchter onder die aandacht blijft. Ik laat het allemaal altijd op me afkomen. En natuurlijk geniet ik er ook van, maar dat is ook normaal. Maar mooi dat zoiets gebeurd is, ja. Ja. Was dit nou je mooiste treffer of niet? Ja, tegen MVV was ook wel mooi. Ja. Ik twijfel eigenlijk welke mooier was, maar ze zaten allebei wel goed erin. Ik denk dat deze van een moeilijke hoek was. Nou, met alle aandacht eromheen is deze misschien dan toch weer mooier ook. Ja, vooral omdat hij ook op een hoger podium is gemaakt, denk ik. Ik denk dat dat ook... Met dat ook mooier maken, ja. Nou, je hebt al prijzen in de wacht gesleept deze week. Wat heb je allemaal gewonnen, hè? Ja, volgens mij het mooiste doelpunt aan de beste speler van de week, dacht ik. Dus 2 prijzen al. Waar gaat het eindigen? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Maar dat gaan we wel zien aan het einde van het seizoen waar we gaan eindigen. Met Etienne Amanyido haalde VVV onlangs de 7e aanwinst binnen. De 19-jarige spits, die voor 1 seizoen wordt gehuurd van Borussia Dortmund, is blij met deze mogelijkheid. Ik geloof die Holländische Liga, eerste Liga vor allem, is een schritt voorwaarts. Da ik jetzt aus der Jugend komme en ik wil hier alles geben. En waarom Venlo? Ik geloof Venlo is een kleiner, familiärer Verein, der wirklich auch auf die Spieler achtet. En dass wir auch viel Zusammenhalt hier in de Mannschaft haben. En dat gefällt mir. De jonge Duitser voelt zich dus al snel thuis in Venlo. Een voordeel daarbij is dat Amanyido na Niels Reusler, Lennart Thie en Lars Unnerstall de 4e Duitser is binnen de selectie van VVV. Het is natuurlijk een voordeel, maar ik spreek veel met hen. Die helpen mij ook bij het übersetzen. De Niels spreekt schon Deutsch en Holländisch. En dat is schon goed. Nou, dat je samenwerkt met een aantal topploegen in Europa, Dortmund in dit geval, dat is 1 ding. En ander is dat wij voorin gewoon wat meer mogelijkheden hebben. Het is een spits, sterke spits, een jonge spits die zich kan ontwikkelen bij ons. En die hopelijk van veel waarde nog gaat zijn voor onze ploeg.
En vandaag was het dan eindelijk ook die andere huurling, Mink Peters. De 19-jarige Peters stapte in 2014 van de jeugd van Ajax over naar Real Madrid, waar hij vorig jaar zijn wedstrijden afwerkte in het hoogste jeugdelftal. Ik denk dat het voor mij het beste is om op het hoogste podium nu te spelen. En ik denk dat het de Eredivisie is. Dus bij VVV heb ik ook het idee dat ik toch wel veel kans krijg om te gaan spelen. En daarom heb ik eigenlijk gekozen om deze stap te maken. Ja, hetzelfde verhaal. Geeft ons meer mogelijkheden voorin. Kan aan de linkerkant, kan onder de spits spelen. Waardoor je ook met jongens als Vito eventueel zou kunnen schuiven. En nogmaals, het maakt met name de... want in eerste instantie komen die jongens komen voor plaats 12 tot 18 in aanmerking. Er is op dit moment niet zo heel veel reden om deze ploeg te wijzigen. Nou, dus moeten ze dat laten zien. Maar het geeft wel aan dat de concurrentie omhoog gaat. En dat zie je nu ook al in de trainingen. Waardoor ook de rest van de groep scherper wordt. Nou, wat kan Mink Peters VVV brengen? Ja, qua voetbal ben ik wel een technische speler, snelle speler. Ik kan wel mooie acties maken, dus wie weet met wat mooie acties wat goals en assists te creëren. Dat zou ideaal zijn, ja. Ja, want waar zie jij jezelf staan in dit team? Ik denk dat ik ga voor de plaats aan de buitenkanten. En ik kan ook heel goed overweg in het middenveld, dus... ik heb wel wat, over het algemeen kan ik wel op wat meerdere plaatsen terecht. Dus hopen dat ik gewoon veel ga spelen en dan kijken we wel waar het is. Nou, hebben de jongens al veel gevolgd de afgelopen weken? Ik heb de afgelopen twee wedstrijden gezien die ze hebben gespeeld. Goede wedstrijden, alle twee goed verdiend gewonnen vond ik. Jou ook verrast? Mij verrast, vooral gezien op de inzet en hoe het team staat. Dat stond ik wel echt van te kijken, want het staat gewoon ongelooflijk goed op het moment. Wel verrast, maar ook wel weer fijn dat ik bij zo'n team kan aansluiten natuurlijk. Wanneer is voor jou het seizoen geslaagd? Nou, mijn seizoen is geslaagd als wij met VVV hoog eindigen. Hoog eindigen houden natuurlijk, we moeten wel heel realistisch zijn. Met VVV als wij een goede plaats, wie weet, in het linker rijtje kunnen veroveren. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. En voor mij persoonlijk toch een seizoen met heel veel minuten. In de Eredivisie, dat ik mezelf goed heb ontwikkeld. Dan ben ik heel erg tevreden. Dat. VVV verwacht nu nog één speler, Kelechi Nyankali van Arsenal. De Nigeriaan wacht in zijn thuisland nog op een vergunning om in Nederland aan de slag te gaan. VVV kan zich met 6 punten uit 2 duels nu opmaken voor het thuisduel met Ajax. Op de training vandaag nog geen Roel Jansen, die geblesseerd het veld verliet tegen Twente. Maar wel weer Jonathan Opoku. Maar bij de selectie zit Opoku zeker nog niet zondag volgens Stijn. En als Jansen niet op tijd fit is, wordt Leroy Labile zijn vervanger. Voor de trainer is het duel tegen de Amsterdammers niet anders, nu zijn ploeg mede koploper is. Ajax is een topploeg. Die spelers van 40 à 50 miljoen euro in de selectie heeft qua waarde. Die twee maanden geleden nog de Europa Cup finale speelde. Heel veel jongens die daarin spelen nog mee. Ongelukkig verloren bij Heracles. Goed gespeeld tegen Groningen. Dus dat is gewoon een topploeg die om het kampioenschap gaat spelen. Dat neemt niks weg dat wij heel goed gestart zijn. Maar we moeten nu niet denken dat wij Ajax de les kunnen gaan lezen zondag. Dat is onzin. En heeft ook niks met de verhoudingen onderling te maken. Wij vechten om erin te blijven. Zij zullen vechten om kampioen te worden. En misschien ga je dat zondag dat verschil ook wel zien. Dat het echte verschil. Op het moment dat zij met heel veel ploegen dezelfde intensiteit, dezelfde werklust, alles hetzelfde zullen geven als VVV. Dan zullen wij bij heel veel ploegen zullen we het onderspit delven. Maar ja, als er ploegen bij zijn die toch het op iets minder kracht denken te kunnen doen, ja, daar kunnen wij van profiteren. Ja, ik denk als we onderaan hadden gestaan, dan was wel iets meer het gevoel dat we echt moesten. Maar nu, we kunnen alleen eigenlijk maar winnen. Want als we van Ajax verliezen, dan hoor je ook niemand ervan erover. Maar natuurlijk gaan we er alles aan doen en kijken waar onze kansen liggen. En ik denk dat die er zeker liggen. Dat hebben we bij Twente laten zien. En we gaan natuurlijk niet inhouden omdat we tegen Ajax spelen. Ja, Ajax is natuurlijk een van de favorieten om voor het kampioenschap. Misschien wel de favoriet. Dus voor ons wordt het een hele moeilijke wedstrijd. We zijn de underdog, dat weten we. Maar ik denk wel, als je ziet hoe wij de afgelopen wedstrijd hebben gespeeld, dat we wel misschien voor een stuntje kunnen zorgen. Dus daar gaan we voor. Met Mink Peters? Dat hoop ik. Dat ik wat minuutjes kan maken. Dus wachten nog op wat papierwerk, had ik begrepen. Maar
Ik hoop dat het geregeld wordt en dat ik misschien wat minuutjes kan maken zondag. Het is wel een affiche, hè? Ajax komt op bezoek bij de koploper. Ja, zeker. Voornamelijk voor jullie is dat een heel mooi affiche. Ik beschouw het gewoon als een van de 34. Voor het publiek en de koel ook natuurlijk. Ja, wel, voor iedereen is het heel mooi. Maar ja, voor mij is het allerbelangrijkste is dat wij zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten willen halen. En of dat nou tegen Ajax is of tegen Twente uit of tegen Sparta. Ja, het vind ik niet zo erg boeiend tegen wie het is. Die twee overwinningen die geven natuurlijk veel vertrouwen voor het hele team. En ja, iedereen weet wat hij kan en wat iemand anders in het team kan. Ik denk dat iets heel belangrijk is in het team. Het zou wel een stunt zijn als jullie winnen zondag? Ja, ik denk dat gelijk spelen ook wel een stunder was. Volgens mij pas toen VV nog Eredivisie speelde, speelden ze volgens mij ook gelijk tegen Ajax, dacht ik, met Moussa nog. Dus het zou mooi zijn om dat te evenaren. Jazeker, bijna exact 6 jaar geleden was er een zeer verdienstelijk gelijkspel tegen Ajax. En zoals Van Krooy al zei, Ahmed Moussa was toen de grote man aan Venlo's zijde. Maguire, het paasje voor Ushebo en die is er sneller bij. Maar komt daar nog Moussa bij de bal? Niet zo heel erg slim, niettemin is het een treffer. Over blind heen. Moussa. 2-0 voor VVV. De held heet Moussa. Eriksen, 2 maal kwijt. Jansen, en dat is wel raak. Hier heeft Gentenaar geen antwoord op. De Jong wil hem hebben, maar doorzien door Yoshida. Die dan weer slecht inpaast, al de wereld. Daar is Siktorsson, het is 2-2. Ajax heel snel, althans qua doelpunten op elkaar terug. En er zijn nog 10 seconden te spelen. Het is VVV dat via Verbeek en Wildschut misschien de verrassing nog groter kan maken. Nou, het schot is wel venijnig. En Bossen vindt het mooi geweest. Ajax verspeelt de eerste punten in deze competitie. En het feest in Venlo begint nu en zal nog lang voortduren. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.